Mark Jansen van Vlietland Ziekenhuis. Het jaar loopt een einde. Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar? We hebben een enorm druk jaar gehad. Er is heel veel zorg gevraagd. En ja, dat voelt ook als heel veel, omdat wij op een aantal functies personeelstekort hebben. Net zoals veel ziekenhuizen. Dus er is snoei en snoeihard gewerkt door al onze medewerkers en specialisten. Daar ben ik ook enorm trots op, want we hebben wel alle patiënten zorg kunnen verlenen. Het is een heel druk jaar geweest. En die verwachten we ook eigenlijk wel weer voor het komende jaar. Ja, want dat wilde ik vragen. Hoe kijk je vooruit naar 2019? Ja, nou, het zal een druk jaar worden. Hè. Ik noemde al even het personeelstekort. En we verwachten, ik hoop niet zo erg als in het afgelopen winterseizoen, maar wel weer een griepgolf. We hebben er vorig jaar 2 achter elkaar gehad. En dat betekent dat het ziekenhuis vol ligt, oneerbiedig gezegd, met patiënten die bepaalde zorg nodig hebben die misschien thuis kan, maar toch in het ziekenhuis moet gegeven worden. En dan houden ze soms een plekje vrij of bezet voor iemand die een operatie nodig heeft. En ja, daar moeten we dan wat uitstel voor organiseren. Dus volgend jaar denken wij met de maatregelen die we getroffen hebben, zeker in samenwerking met verpleeghuizen en met huisartsen, dat het wel beter gaat. Maar het zal weer hard werken worden, dat weten we nu al. Als je terugkijkt, waar ben je het meest trots op van 2018? Ja, ik verklap het al. Op onze medewerkers. Die werken echt heel hard. Nou, we hebben goede resultaten behaald in de AD Top 100. Dat hebben zij eigenlijk verhaald. Een goede samenwerking met onze patiënten. En ik denk dat we daar echt wel even trots op mogen zijn. Wat zou je liever anders hebben gedaan? Ja, dat is nog meer investeren in de samenwerking in de regio. Daar lopen nu goede projecten. Dus dat hebben we dit jaar ook weer geleerd. Om juist ook de zorg op de juiste plaats, zoals dat ze mooi heeft, echt te krijgen. In het ziekenhuis als het nodig is. Thuis met de wijkverpleging of in een verpleeghuis bij de huisarts. En dat gaan we nog beter doen.